Alle spelers uit de visserijsector samenbrengen en ondersteunen, het is een uitdagende opdracht. De provincie zet met Europese en Vlaamse middelen in op een plaatselijke groep, die alle spelers uit de visserij met elkaar verbindt. Samen zetten ze diverse actoren aan tot actie. Wekelijks komen duizenden kilo's vis aan wal, maar niet voor alles is er een marktvraag. Zo vinden producten niet altijd een weg naar de menselijke consumptie. De plaatselijke groep moedigt ondernemers aan om mee te denken. Met het project Vallobiske hebben wij feiten aan onderzoeken of dat er met die Noordzeevis meer mogelijk was. En dan zijn wij feiten uitgekomen op een biske van Lagostinus met toevoeging van ondergewaardeerde Noordzeevis. De bedoeling is om hier samen met de foodpilot te zien of dat onze receptuur ook klopt op een grotere schaal, namelijk 80 liter. En ja, we krijgen heel wat steun naar onderzoek van bewaring, verpakking, microbiologische testen en dergelijke meer. Een heel grote steun. Voor nu 's avonds om 16:30 en we zien 's morgens om 7:30 al ben. En dan niet dat je vassere vis of garnalen kunt verkopen naar de mensen. Dat willen ze ook wel aan dat het een beetje onderstaafd is. Dat we kunnen tonen naar de mensen dat echt duurzaam is. We zien dat de markt vraagt naar duurzame visserijproducten en er gebeuren heel veel inspanningen naar duurzaamheid, maar het is moeilijk om die te gaan erkennen. En met zo'n systeem als Valdevis bieden wij iets aan om reders die effectief inspanningen doen, iets in handen te geven, om dus die erkenning te gaan communiceren. Ik kon eigenlijk zien dat ik begin dat ik hier kwam, had ik er een negatief gedacht over, maar ik heb nu al een paar dingen gezien en ik stond erg versteld dat mijn goede score. Dat is toch dat we het kunnen opbrengen naar de manager toe, dat gaat positief gezien voor de vissers die nog overblijven bij ons. Wij willen prikkels geven om te gaan verduurzamen. Verduurzamen is ook nieuwe technologieën ontwikkelen om zo nieuwe markten aan te boren. Zoals levende garnalen koken en koelen aan wal in plaats van aan boord van het schip. Het grote voordeel is hier dat we in een gestandaardiseerde bedrijfsomgeving werken. Dus bepaalde invloeden die je op het schip hebt, die zijn we hier kwijt. En de belangrijke procesparameters hebben we ook perfect onder controle. Zoals de kooktijd, de koeltijd, de temperaturen van koel- en kookketel. En ook het zoutgehalte van beide tanks. En daardoor ga je eigenlijk de houdbaarheid van 4 dagen naar een 10 tot 14 dagen brengen met deze kooklijn. Stel dat we nu naast de traditioneel gekookte garnaal ook een aan land gekookte garnaal krijgen met een langere houdbaarheid, is het in feite een verbreding van de markt en ik denk dat dat zowel voor consument als voor visser een grote meerwaarde kan zijn. Iets verder van de kust fileert vishandelaar Boel dagelijks zijn vis. Aalst is een 100 kilometer van de kust. En aangezien dat we zelf onze vis aankopen in de vismijn, hebben wij een hele lange werkdagen. Als we naar de visveiling gaan, moeten we toch om 5 uur al op de baan zijn. Dat is dan tot sluitingstijd van de winkel, dus rap 6-7 uur. Papierwerk dat er nog bij komt. Weinig tijd over dus. Gelukkig krijgt hij steun van de plaatselijke groep. In functie van hun noden kunnen zij beroep doen op een mystery shopper, op een klantenonderzoek, op een winkelcoach. Dus dat zijn experts die ter plaatse komen en die echt gaan suggesties geven over hoe de winkel kan verbeterd worden. We hebben een klantenenquête gedaan en we worden er heel tevreden over. Het is ook gebleken dat er een aantal zaken waren die we kunnen verbeteren, waar we eigenlijk als winkeliers geen zicht op hadden, maar die dus de klant toch anders ervaren. Het is goed voor ons, het is goed voor de klant en het is ook goed voor onze visserijindustrie, omdat we toch putten van de vissoorten die we hier aan de kust hebben. En dat doen ook de restaurants. De plaatselijke groep stimuleert chefs om meer te doen met de hier aangelande en vaak minder bekende vis. Dat vandaag wordt er heel veel vis verkocht eigenlijk. De bekende soorten zoals tong en tarbot en griet. Maar er zijn ook heel veel andere vissoorten zoals steenbolk, hondshaai, die in feite ja, qua prijs niet zo interessant liggen op de markt omdat de consumenten niet kent. Ik vind het leuk voor die vis van hier te nemen als er hier zoveel vis in de zee is. Zoals wijting, steenbolk, rode poon, wat je vroeger op Ostendse kaarten en de restaurants niet zag. Staat de kern aan de Als die mensen op restaurant gaan en ze zien eigenlijk bij een bistro of een Noordzeechef wat er kan gedaan worden met die vissoorten, dan leren ze het ook kennen en dat ze ook zeggen van ja, het is verdorie echt wel lekker. Als de mensen hier in het restaurant bijvoorbeeld steenbolk eten, dan zeggen ze van ja, wat is dat, dan leg je dat uit. Dan gaan ze dat thuis ook gaan klaarmaken. Dus het komt van de visser naar het restaurant, van het restaurant naar de viswinkels, tot bij de consument thuis. Als de consument het vraagt bij de retailer, dan zien we ook dat de retailer het gaat kopen op de veiling. Vraag en aanbod, dan zie je een prijsverhoging. Wat voor de reder en voor de visser toch een positieve balans geeft. De oorsprong en kwaliteit van de vis op ons bord worden steeds belangrijker. Door samen met andere sectoren projecten op te zetten, zet de plaatselijke groep belangrijke stappen naar een bredere inbedding in de regio.